Het was jarenlang ondenkbaar. Het Groningen Museum heeft een schilderij van Henk Helmantel gekocht. De vorige museumdirecteur Kees van Twist wilde niets weten van de realist Helmantel. Maar onder de huidige directeur Andreas Blum blijkt een Helmantel in het Groningen Museum ineens wel mogelijk. Verslaggever Eva Hulscher is in Westerende in het huis en in, in, in de werkruimte van Helmantel. Ja, Eva, tref jij daar een blije kunstschilder aan? Ja, zeker wel een blije schilder, hoor, Henk Helmantel. Uh, is dit nou de erkenning waar u toch op hebt zitten wachten? Dat vind ik iets te sterk uitgedrukt. Ik heb uh, in mijn leven uh, heel veel kunnen doen. En ik heb nooit uh, kunnen, mo moeten wachten op erkenning in de brede zin. Maar erkenning van het Groningen Museum natuurlijk wel. En dat is uh, vanaf de laatste tijd anders geworden. Ja, het heeft u wel altijd gestoken hè? dat het Groningen Museum u in dat opzicht niet serieus nam. Ja, gestoken vind ik ook weer zo'n uh, zo prikkend woord. Maar uh, het voelt niet goed. Nee. Uh, kijk, als je werk maakt wat ertoe doet, waar velen van vinden dat het ertoe doet. en het Groningen Museum uh, neemt geen enkele moeite om dat ook te laten zien als, als Groninger. Ook als uh, nou, iets wat in de streek zelf gebeurt. dan denk je, hier is wat mis. En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor uh, werk van collega's schilders of kunstenaars. Staat u hier nu toch enorm te genieten? Uh, uh, ja, nou kijk, ik ben er al een beetje aan gewend. Uh, dit is natuurlijk heel goed voorbereid. Hè? Ja, u weet het al veel langer dan wij natuurlijk. Niemand wist het en wij wisten het wel. Uh, Bloem wist het en een paar mensen rondom uh, in het museum. Mijn vrouw en ik en nog een paar. En dat was het. Uh, maar men vond het nu het moment om het uh, naar buiten te brengen. En dat, is en, een, en dat is toch wel fijn. Dat is een heel bijzonder moment, ja. ja. En uh, gezien de reacties uh, voel ik dat er enorm uh, meegeleefd wordt. Kijk, er is een sfeer ontstaan in het verleden die niet, die niet goed was. Ook onder de Groningers. En, en dat is nu uh, doorbroken door, door Bloem. Precies, u zegt het al. Dat is doorbroken door de huidige museumdirecteur Andreas Bloem. Hij zegt zelfs, zonder een helmantel is ons museum niet compleet. Ja, het was een lang gekoesterde wens om een Helm in de collectie te hebben. En nu kunnen wij die in vervulling gaan. Misschien een lang gekoesterde wens van u, maar niet van uw voorgangers. Uh, weet ik niet. Ja, ik heb daar wel iets over gehoord. Dat het, ja, maar ja, smaken verschillen. Uh, alweer, ik vind gewoon het. Helman is belangrijk. Het is een goede kunstenaar, dus uh, dat hoort in het Groningen Museum. Punt. Ja, nou weet u natuurlijk ook wel dat het best uh, lang uh, ook een beetje een heet hangijzer is geweest. En waarom hangt hij er dan, dan niet? En nu in een keer komt het nieuws dat hij er wel hangt. Waarom past het nu dan wel goed bij het museum? Ik vind het eigenlijk uh, ja, onbegrijpelijk waarom dat zo'n issue is. Hè? Dat is toch eigenlijk normaal. Hè? Is een, 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 ja, sommigen vinden hem misschien ouderwets een stijl. Ik heb daar een andere mening over. Ik vind dat hij is ook een kunstenaar van onze tijd. Dat kun je ook zien. Dus... Dan is het uh, eigenlijk ja, gewoon normaal dat hij hier in deze collectie terechtkomt. En dit is hem geworden. Hè? Dit is het schilderij dat in het Groningen Museum komt. Wat vindt u van die keuze? Ik vind het een hele goede keuze. Uh, dat is altijd wat uh, moeilijk misschien om dat van je eigen werk te zeggen. Maar je hebt wel bepaalde gedachten bij je eigen werk. En dit schilderij uh, heeft een oud thema: een middeleeuwse kerk. Maar die is toch. Uh, heeft toch de kenmerken van een, een hedendaagse schilderij... vanwege de abstracte waarde, de abstracte invulling... van dat vlak van die Noordmuur van de kerk van Appingedam. En daar waren Bloem en ik het, geloof ik, heel snel over eens... dat het daarom een goede keus zou zijn. Ja, want wil je in het Groninger Museum komen... dan moet het toch niet alleen maar een realisme zijn? Nee, dat is onvoldoende. Er moet vooral een goed schilderij zijn. Kijk, het criterium ligt ook niet direct bij... is het realistisch of is het niet realistisch? Heeft het kwaliteit? En wat kwaliteit heeft, dat is de moeite waard om in een museum te komen. En dat is nu eindelijk gelukt. Henk Helmantel, dank u wel. De, het, het schilderij komt eerst op de muur voor nieuwe aanwinsten. Eh, daar is het eerst te zien. Waarschijnlijk ergens volgende week. En uiteindelijk gaat het in de zaal waar al heel veel van Groningen hangt. Want dat zegt Bloem, daar is dit schilderij het meest op zijn plek.